Oké, we zitten hier in een van de gezelligste studio's van NL Magazines. In een woonboot in Heemstede. Met Ilse Blansert. Ilse is de grondlegster van ASMR in Nederland. Overal bekend geworden, enorm bekend geworden in Nederland. En ook internationaal. Timmer ze behoorlijk aan de weg. Je hebt heel veel video's gemaakt over ASMR. Je bent er in 2012 mee begonnen. In de loop der tijd heb je iets van 200 gemaakt. Ik geloof dat je nu al aan de 480 zit in een aantal jaren. Klopt. Ik dacht in eerste instantie van je bent alleen maar bezig met een hele hoop video's achter elkaar maken. Om zoveel mogelijk indruk te maken, zowel mogelijk views. Maar zo langzamerhand krijg ik toch het idee dat het niet het geval is. De kwaliteit neemt alleen maar toe. Maar volgens ASMR, dat klinkt hartstikke leuk. Ik vind alleen de afkorting in het Engels, daar moet ik al 6 keer over nadenken van wat er nou eigenlijk staat. Maar misschien kun jij eens uitleggen, wat is het nou eigenlijk? Wat is ASMR? Nou, je ziet van alles, handen bewegen, geluidjes maken, maar vertel eens, hoe gaat het? Nou, ASMR zelf staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Wil je het nog eens herhalen? Autonomous Sensory Meridian Response. Oké, ik ga het zo nog een keer zeggen. En wat het in feite is het is een tintelend gevoel wat je krijgt als je bepaalde visuele beelden ziet of bepaalde geluiden hoort. En dat veroorzaakt een reactie in het lichaam. En dat wordt beschreven als een tintelend gevoel. En dat begint vaak op de kruin van je hoofd. En dat gaat dan helemaal via je rug naar beneden. En dat spreidt zich dan uit in je hele zenuwstelsel. En dat wordt dus omschreven als de meest ontspannende staat waar een mens in kan zijn. Dus ASMR is in feite de diepste staat van ontspanning waar je in kan zijn als mens. En dat is waar ik video's voor maak. En dat kan met allerlei geluiden gebeuren? Ja, want geef eens een paar voorbeelden. Nou, omdat iedereen anders is, wordt ook iedereen door andere dingen getriggerd. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die bijvoorbeeld nageltappen op bepaalde voorwerpen heel ontspannend vinden. Maar er zijn ook mensen die dat heel erg irritant vinden. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld het veel ontspannender vinden om bijvoorbeeld krakelende geluidjes te horen. Ik doe ook video's waar ik dan een rollenspel doe, waar ik bijvoorbeeld net alsof ik je een hoofdmassage geef. Dus dan probeer ik de geluiden van een hoofdmassage te maken. En dat triggert dan mensen. Dus er zijn eigenlijk van allerlei soorten triggers waar mensen dus letterlijk door getriggerd kunnen worden. Wat je bij een hele hoop van die video's van jou ook ziet, het is, oké, je maakt een geluid, je gaat ergens overheen, het veroorzaakt geluiden, maar je bent ook heel veel aan het fluisteren. Wat fluister je eigenlijk en waarom doe je dat? Wat is dat? Nou, fluisteren is dus één van de ASMR triggers. Dus ASMR heeft verschillende triggers zoals tapping, het krinkelende geluidjes, fluisteren, zacht gesproken, dat zijn allemaal verschillende triggers, letterlijk. En bij mij heb ik gemerkt dat op mijn kanaal heel veel mensen mijn fluisterstem heel erg ontspannend vinden. Dus daarom maak ik ook heel veel fluistervideo's, omdat heel veel mensen dat dus het meest ontspannend vinden als ik dat doe. Okay. En dat doe ik dan soms gecombineerd met geluid, maar soms doe ik ook gewoon alleen maar fluisteren. Die geluiden die je maakt, wanneer worden die nou zo afgeluisterd? Zijn dat mensen die overdag zich even willen terugtrekken om een beetje ontspannen te worden? Of is het om beter in slaap te kunnen komen, om de stress van je af te schudden? Of is daar totaal geen handleiding voor? Nee, eigenlijk niet. Iedereen gebruikt ASMR-video's voor verschillende dingen. Maar wat ik het meest heb gemerkt is dat ik heel veel mensen heb kijken die insomnia hebben, dus slaapproblemen. En die kijken dus die video's om ontspannen te worden. En ja, dat het letterlijk ze dus slaperig maakt. En dat ze zware ogen krijgen. En dat het dus makkelijker is om daarmee in slaap te vallen. Maar ik heb ook mensen kijken die bijvoorbeeld autisme hebben of ADHD. Ik heb zelfs mensen kijken die met de ziekte kanker te maken hebben. Die dus gewoon een goede nachtrust nodig hebben om weer genoeg energie te hebben om die ziekte aan te vechten. Dus ik heb mensen uit de politie, mensen uit het leger. Ik heb echt, je kan het zo gek niet bedenken. Of ik heb die mensen wel kijken voor, ja, gewoon voor ontspanning en om zeg maar de stress uit hun lichaam te krijgen. En zijn die mensen dan ook zo ontspannen dat ze na afloop van zo'n video inderdaad zelf de computer uitdrukken? Of worden ze daar pas de volgende dag mee? Ik heb al meerdere verhalen gehoord dat mensen met hun telefoon in bed lagen. En dat ze dus echt letterlijk hun telefoon op hun hoofd hebben laten vallen. En dat dan weer hun wakker maakt. Maar meestal inderdaad is het... Ik heb gemerkt bij mijn video's dat de meeste mensen tussen zeg maar de 6 en de 10 minuten in slaap vallen.
Maar ja, omdat je dan natuurlijk nog in een diepere staat van slaap terecht moet komen, maak ik dus altijd langere video's. Dat het eigenlijk ook gegarandeerd is dat iemand daarmee in slaap valt. Niet altijd, ja, maar meestal wel. Oké. Okay. Heel interessant allemaal. Ik ben nog wat anders. Je bent ermee begonnen. Het was eerst volgens mij een beetje vrije tijd. Een beetje kijken. Je vond het gewoon leuk om video's te maken. Maar het begon langzamerhand een enorme opmars te krijgen. Je hebt toen een vriend ontmoet, Chris uit Canada. En die zei van, je moet eigenlijk van je hobby je beroep gaan maken. Nou, ja. Ik kan me voorstellen dat je dacht van, waar heb je het in godsnaam over? Ja, dat is alleen maar een freewheeler. Ik dacht dat hij compleet gek was geworden. Vertel daar eens iets over. Nou, ik heb in 2011 ASMR gevonden, zelf op het internet. Ik had heel veel slapeloze nachten en toen ben ik begonnen toen heb ik op YouTube heb ik relaxing video's ingetypt. En toen vond ik dus de ASMR community. De mensen die video's maken. En toen heb ik dus zelf besloten een jaar later om video's te maken ook. Om aan mensen terug te geven. En in eerste instantie is dat als een hobby begonnen. Omdat ik gewoon de mensen wilde helpen die mij geholpen hadden dat jaar daarvoor. En toen ik Chris leerde kennen via een project wat wij samen deden. Dat was toen de tijd, heette dat ASMR Radio. En toen ben ik samen met hem gaan werken. En daar werd ik dus ook gastvrouw op. Dat ik mijn eigen uitzendingen deed. En hij zei op een gegeven moment tegen mij van, joh, weet je dat je van je hobby je werk kan maken? En nou ja, ik had echt iets van, je bent compleet doorgeslagen. Ja. Ik zie mezelf echt geen geld van YouTube verdienen. Ja. Maar ja, toen heb ik dus toch mijn video's gemonitoriseerd, zo noem je dat. Ja. En dat je dus advertenties voor je video's hebt. En dat liep eigenlijk zo goed. Ja, want je kreeg ongelooflijk veel views van YouTube op een gegeven moment. En dat is opgepikt door de Volkskrant. Ja, in september Volkskrant heeft daar toen een artikel over geschreven. En ze probeerden mij toen te contacten. Maar dat was niet gelukt vanwege mijn website. Dat niet helemaal 100% werkte. Dus toen hebben ze iemand anders gecontact. En zij heet Jolien, Relaxing Sounds 92. En ja, vanaf de Volkskrant toen in september 2012 is dat dus overgewaaid naar andere media. En toen ben je bij Matthijs van Nieuwkerk geweest en de wereld draait door. Begreep hij een beetje waar je het over had? Nou, ik had het idee dat op camera dat hij niet zo goed wist waar dit nou precies over ging. Maar toen ik hem zeg maar achter de schermen sprak, toen zei hij echt van ja, dat hij er heel veel bewondering voor had. Ja. En dat hij het eigenlijk heel erg mooi vond. Dus hij had denk ik wel het idee waar ik het over had. Ik weet alleen niet of hij in de uitzending precies wist waar ik het over had. Nou, ik vond het wel een hele leuke uitzending. Want je had me dus erop geattendeerd dat hij zou komen. En we hebben hier daarna gekeken. En ik vond Matthijs echt zo van, god, ja, wel interessant. Maar hij durfde eigenlijk helemaal niks te zeggen. Nee, hij was heel voorzichtig met zijn uitspraken. Terwijl Matthijs van Nieuwkerk normaal gesproken kletste iedereen onder tafel. Maar dat was dus nu helemaal het geval niet. Het was echt respect. En ik denk dat hij misschien dat ook een beetje had door mijn eigen lichaamshouding. Want ik had zoiets van, ja, hij kan hier wel geintjes over lopen maken. Maar dan zet hij zich eigenlijk zichzelf een beetje voor gek. Want ik weet precies waar ik het over heb. En de mensen die het gevoel herkennen, als je het daarover hebt. En mensen denken van, oh, wacht even, dat ervaar ik ook. Ja, als hij dat compleet zeg maar voor gek gaat lopen maken, dan zet hij eigenlijk een beetje zichzelf voor gek. Dus ik denk dat hij dat waarschijnlijk zelf ook wel een beetje misschien voelde. Nou, ik vond hem zeer respectvol. Ja, ik dus ook. Normaal gesproken gaat hij behoorlijk tekeer. Ja. En dat was in dit geval was het niet zo. Nee. Hey, je bent hier nou ook een paar dagen bij ons. Je hebt hier ook behoorlijk lopen filmen. Alle regendruppels, eindelijk begint een beetje het herfst te komen. Ja. Je hebt van alles gefilmd. Mensen hier in de buurt vragen zich af wie je in godsnaam bent. Want je loopt hier overal te filmen en weet ik. Wat heb je nou gefilmd en wat denk je hiermee te bereiken met de films die je hier gemaakt hebt? Nou ja, ik probeer hier zeg maar het aspect van natuur meer te filmen. Want ik woon in Toronto, het is een hartstikke drukke stad. Dus ik bedoel, je hebt wel veel natuur, maar je hebt ook heel veel geluiden van buitenaf. Wat gewoon helemaal niet ontspannend is. En mensen proberen juist een beetje weg te komen van de drukte. Dus wat ik hier heb geprobeerd is, ik heb bijvoorbeeld buiten gewoon de weerspiegeling in het water, wat heel erg ontspannend is. Bijvoorbeeld gewoon naar de wolken kijken kan je heel erg ontspannend maken. Ik heb hier op de boot ook nog een zandpendel gevonden die ik heel erg interessant vond, omdat het er gewoon heel hypnotisch uitziet, de manier waarop beweegt. Ja. En ja, ik vind dat hier op de boot, er zijn gewoon heel veel interessante dingen die je in Canada niet vindt, omdat Canada een vrij jonge stad is. Ja, en deze boot vind ik zelf, die staat vol met interessante dingen waar ze in Amerika en Canada en wereldwijd eigenlijk nog nooit, wat ze nog nooit hebben gezien. Dus ik probeer daar gewoon een ander level van ontspanning mee te bereiken. Ik heb ook gezien dat je behoorlijk wat van die grote vissen hebt, dit soort werk. Ja, vissen voeren.
De buurman begon je vrolijk te helpen met... Ja, dat hebben we ook allemaal gefilmd inderdaad. Ja. Dat is wel heel gaaf. Hey, maar op een gegeven moment dacht je van, ik ga hiermee door. Dat werd langzaam als je beroep. Je begon er geld mee te verdienen, ook via YouTube. En je dacht van, ja, Nederland is groot, maar het is niet groot genoeg voor de ambitie die ik heb. Ja. Je hebt toen Chris leren kennen, die woonde in Canada. Je zijn verliefd geworden, van alles gebeurd. Dat gaan we hier allemaal niet bespreken. En op een gegeven moment besloot je om toch maar te gaan verhuizen naar Canada. Omdat je daar meer mogelijkheden zag om het internationaal gestalte te geven. Ja. Volgens mij is dat je aardig gelukt. Want in Nederland, maar corrigeer maar, had je toen je wegging had je iets van 17.000 subscribers. En nu, een paar jaar later, heb je er 173.000. Ik vraag me af hoeveel views heb je inmiddels? Ik heb nu bijna 37 miljoen views opgespaard, opgecreëerd zeg maar, in de loop van de jaren. En dat komt voor een groot deel ook omdat je nu meer erkenning, internationale erkenning krijgt vanwege je stap naar Canada. Ja, en ook omdat ASMR zelf, het fenomeen was in 2012 toen ik begon, was dat heel erg onbekend. Ik bedoel, er waren niet veel mensen die ASMR-video's maakten. Er waren misschien... Nou ja, zeg maar 200-300 ASMR YouTube-kanalen die dus probeerden dat gevoel zeg maar in mensen op te wekken. Maar nu tegenwoordig zijn er meer dan 2000 kanalen. En daardoor heeft het dus ook veel meer erkenning gehad. Want de media kijkt altijd naar van, oh, wat is de nieuwe trend? Wat is er gaande op het internet? Ja. En ASMR was daar dus één van. Ja. En de media heeft daar dus aan opgepakt. Ja. Vooral in de Verenigde Staten. Want ik heb 60% van mijn kijkers komen ook uit de Verenigde Staten. Dus vandaar dat de stap om naar Canada te verhuizen heel natuurlijk voor mij was. Omdat ik daar gewoon veel meer kans heb om gezien te worden. En ook natuurlijk dichter bij de Verenigde Staten zit. Nu dat ik eenmaal geëmigreerd ben naar Canada en ook het land uit kan, zou ik ook eventueel naar de Verenigde Staten kunnen gaan om ook daadwerkelijk in talkshows en dat soort dingen te kunnen zijn om over dit fenomeen te praten. En, ja. Maar hoe is dat dan gegaan? Ik bedoel, je hebt 17.000 subscribers hier in Nederland. Je besluit om, dat is allemaal in het Nederlands, die ASMR wat je toen deed, dat was ook allemaal in het Nederlands, neem ik nee, aan? Nee, dat is altijd allemaal in het Engels. Meteen in het Engels. Dus de 17.000 subscribers die ik had, die waren niet per se Nederlands. Dat waren geen Nederlanders? Nee, dus ik had toen de tijd al vrij veel volgers uit Canada en de Verenigde Staten, Engeland, Australië, zeg maar de Engelstalige landen. Oké, dus die opstap was een stuk makkelijker. Ja, en omdat ik al Engels sprak... En mijn vriend Chris... Ja, waar kom je eigenlijk vandaan? Als ik jou Engels hoor praten, dat is helemaal geen Engels. Nou ja, het is het meest ras, echte Canadese, Amerikaanse accent, wat je maar kunt voorstellen. Spreek nou het nog eens een keer uit, ASMR, op zijn Engels. ASMR? Ja. Het woord zelf? Ja, het woord. Autonomous Sensory Meridian Response. Als dat geen Engels, als dat geen Engels is. Ongelooflijk. Maar... Breng me op de volgende vraag. Waarom Canada? Oké, je Engels is perfect. Volgens mij is je tweede moedertaal. Inmiddels wel. Misschien is het je eerste, zo langzamerhand. Maar waarom Canada? Nou ja, voor mij, al vanaf dat ik 5, 6 jaar oud was, zei ik altijd al tegen mijn oma van, ik ga later in een Engelstalig land wonen en ik zal een Engelstalige partner krijgen. Niet dat ik dat toen wist, maar dat was altijd een gevoel wat ik had. Ja. En ik sprak vroeger met mijn vader ook altijd al 30 minuten per dag in het Engels. Omdat ik eigenlijk gewoon Engels heel graag wilde leren. En in de lagere school hadden wij helemaal geen Engelse lessen. Dus ik heb dat toen op die manier een beetje opgepakt. Van je pa? Ben je hem thuis? Ja, ik schreef ook al mijn dagboeken en zo in het Engels. Natuurlijk heel gebrekkig toen de tijd. Maar zo is dat eigenlijk gekomen. Dus ik ben op een natuurlijke manier altijd heel erg aangetrokken geweest tot de Engelse taal. En ja, toen ik dus mijn Engelstalige partner kreeg, Chris... die dus in Toronto woonde, was voor mij de keuze heel snel gemaakt om daar naartoe te verhuizen. Ja, ja. Want hij sprak geen woord Nederlands en mijn Engels was toen de tijd al wel aardig. Ja. Dus ja, voor mij was het heel natuurlijk om daar naartoe te gaan. En, midden in de sneeuw te zitten. En midden in de sneeuw te zitten, ja, ja precies. Ja. Wat betreft tref je het geweldig, hè? September hier overkomen, dit weer. Ja. Hey, maar het is allemaal leuk en aardig wat je allemaal vertelt. En ik geloof ook, er zitten heel veel dingen in die ik wel eens verder nog zou willen onderzoeken. Maar wat maak je nou zo bijzonder boven andere mensen die ook zich bezighouden met ASMR? Ik neem aan dat jij niet de enige bent die allerlei filmpjes maakt. Nee, wat maakt jou zo bijzonder? Waarom heb jij wel die, 47 miljoen views? Of wat? Of 37 miljoen views. 37 miljoen views en anderen niet. Wat, waarom? Nou, ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik zeg maar al met deze video's begonnen was voordat het groot werd. Dus het was eigenlijk nog niet echt bekend. En toen ik eenmaal realiseerde, nadat ik 1 jaar zelf die video's had gekeken, wat dat met mij heeft gedaan en hoe erg mij dat had geholpen, was ik heel erg
vastberaden om het woord daarover te verspreiden. Want ik had zoiets van, als dit mij zoveel heeft geholpen, dan vraag ik me heel erg af hoe andere mensen daarmee geholpen kunnen worden. Val je even in de reden, hoe bedoel je? Je hebt films gemaakt en het heeft jou geholpen. Waarmee? Wat was de video zelf niet. Maar het jaar voordat ik begon, was ik al 1 jaar ASMR-video zelf aan het kijken. En ik had toen de tijd heel veel slaapproblemen. Okay. Ik had heel veel stress vanwege mijn dierverzorgingopleiding die ik toen deed. En ik zat in mijn examenjaar. Dus ik had heel veel moeite met slapen. En toen ben ik op 1 avond ben ik dus gewoon gaan zoeken. En toen vond ik dus, ontspannende video's op YouTube. En zo heb ik dus ASMR ontdekt. Dus dat jaar voordat ik begon, heeft mij zo gigantisch veel geholpen. Okay. Dat ik besloten heb om zelf mensen te gaan helpen. Mm. En wat ik van andere mensen heb gehoord, wat mij zo bijzonder maakt en wat mij anders maakt, is dat ik heel erg open ben over eigenlijk alles wat er in mijn leven is gebeurd. Want ik heb niet de meest makkelijke jeugd gehad, zoals jij dat wel weet. Het is mij iets van bekend. En ik ben daar altijd heel erg open en heel, gewoon heel makkelijk over geweest om daarover te praten. En daardoor heb ik dus echt een band gecreëerd met mijn kijkers. Yeah. Die zich echt heel erg aangetrokken voelen tot mijn persoonlijkheid. Dus als jij mij zeg maar op straat tegen het lijf loopt, wat nu al een paar keer gebeurd is, dat mensen mij herkenden. Yeah. Dan krijgen ze precies dezelfde Ilse te zien als die ze voor de camera zien. Alleen ik ben wat minder ontspannend in het echte leven. Ik praat wat luider, ik ben wat minder ontspannend in die zin. Maar ik ben wel gewoon, eigenlijk hetzelfde. Ja, want je vertelde me ook dat je in Toronto, voordat je het vliegtuig instapte, al werd herkend door iemand en hier op Schiphol ook nog werd herkend. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg apart. Ja, dat is altijd heel bijzonder als dat gebeurt. Hey, en wat denk jij verder te bereiken met ASMR? Nou ja, voor nu ben ik gewoon van plan om YouTube-video's te blijven maken, maar op lange termijn zou ik heel erg graag bijeenkomsten willen organiseren, waar dus mensen die ASMR-video's maken en kijkers van de ASMR community bij elkaar wil brengen in het echte leven. En Toronto, waar ik dus nu gevestigd zit in Canada, is de perfecte plek om dat te doen. Want ik heb heel veel kijkers in Toronto. Dus er zijn al heel veel mensen die mij hebben gevraagd van joh, komt er eens een keer een bijeenkomst. Ik zou je graag willen ontmoeten. Word je dan een onderdeel van die ASMR community of is dat weer iets anders? Als je ASMR video's maakt, dan ben je in feite onderdeel van de ASMR community. Okay. Daar komt het in feite op. Wat is die community? Nou, die community, als je alleen zeg maar de mensen die video's maken. Ik zou zeggen dat de videomakers zelf, dat is nu ergens de kanalen die video's maken, is nu tussen de 2000 en de 2500 YouTube kanalen. Die zich daar dus al hun tijd aan ASMR besteden. Maar als jij alle kijkers mee zou rekenen, dan is dat echt miljoenen mensen waar je het over hebt. Het is echt gigantisch. Goed, dat brengt me ook nog even op wat anders. Want die impact die je hebt gerealiseerd in internationaal heeft onder andere geresulteerd in het boek. ASMR. Dat heb je geschreven samen met Julie Young. Wie is Julie Young en hoe hebben jullie elkaar ontmoet en waarom heb je besloten om dit boek te maken? Ik vind het geweldig. Nou, in februari 2014, toen ik hier in Nederland 3 weken op vakantie was. Ik was hier dus 3 weken op vakantie in Nederland en toen had ik heel veel media opeens, heel veel media aandacht. En tijdens de media heb ik dus ook, even kijken. Ja, tijdens de media heeft dus Julie Young heeft mij toen gecontact. En die zei van, hey, dit is een echt aanbod. Ik wil heel graag een ASMR boek met jou schrijven. En mijn uitgever, die voor de Idiot Guide werkt, die heeft jou op ABC World News gezien. De Idiot Guide is net zoiets als de dummies hier, hè? Klopt. De dummies hier, ja. Ja. Dus, en die heeft toen gezegd van, hey, ik hoop dat je deze e-mail serieus neemt. Als alle mediadrukte weg over is, contact mij dan om te laten weten of je dit zou willen. Ja. Nou, toen heb ik haar dus een e-mail teruggestuurd. En ik zeg van, ik denk helemaal niet dat dit nep is of iets in die trant. Ik zou heel graag met jou willen werken. Als ik over 2 weken weer terug ben in Canada, dan contact ik je wel. En dan gaan we wel kijken wat we kunnen doen. Nou, dat hebben we toen gedaan. En ik heb haar dus heel veel informatie gegeven van de ASMR community en wat ASMR nou precies is. Ik heb ook een aantal hoofdstukken heb ik zelf geschreven. En dat hebben wij dus samen gedaan. Dat hebben wij, Maar dit boek moet een enorme impact hebben gehad. Ik bedoel, ik werk, ik weet wel iets van internationale uitgevers, omdat ik er zelf uit die sector kom. Maar voordat je zo'n boek gepubliceerd krijgt bij Penguin en Random House, dan moet je toch echt voor goede huizen komen. Nou, zij werkte Random dus House al is geen kleine jongen en Penguin natuurlijk helemaal niet. Nou, zij werkte dus al, zij is een schrijver zelf qua voor werk. Ja. En zij heeft al vaker met de Idiot Guides samengewerkt en dus ook met de uitgever.
En zo zijn wij dus, zo heb ik die kans dus gekregen. Dus ik heb die kansen met beide handen aangepakt. Want zij zei van, nou, de publisher die is er al helemaal akkoord mee. Geweldig. En het enige wat we hoeven te doen is een boek te schrijven en de rest wordt gedaan. Het wordt de distributie naar winkels en dat soort dingen. Het is een e-book. Het is ook een e-book inderdaad. Ja. Je kan het inderdaad op het internet kun je het downloaden, kun je het kopen. En je kan het in alle boekenwinkels in Canada en de Verenigde Staten kun je het kopen. Het ligt als hardcopy echt in de winkel? Ja. Okay. Dit, zoals dit. Kun je het hier in Nederland ook bestellen? Of, Nee, je zou het inderdaad via Amazon of eBay zou je kunnen bestellen. Ik geloof dat het eBay is. En dan kun je het inderdaad ook gewoon hier ontvangen. Het is helaas nog niet vertaald in het Nederlands. Ik hoop op lange gaat termijn. Het gebeuren? Geen idee. Ik hoop wel op dat op lange termijn gaat gebeuren. Op zoek naar een uitgever wellicht? Ja, precies. Nee. Wat was de oplader? Ja, het is een beetje raar om over oplader te praten, want het wordt per stuk gedaan. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik geen idee heb. Nee. Ik heb me alleen echt bezig gehouden met de informatie die erin staat. En ik heb het script gelezen en gecorrigeerd en dat soort dingen. Ik heb geen idee hoeveel er op dit moment van verkocht is. Maar ik weet in ieder geval dat in Amerika sluiten ze niet om dit soort boeken te drukken voor een oplage minder dan 10.000. Nee, precies. Dus dat is een aardige. En zeker, ze hebben het hier ook op de achterkant al de biografie. Over 130.000 subscribers op YouTube. Dat was toen dus de tijd. Dus ik denk niet dat was toen de tijd, want het boek is nu anderhalf jaar uit. Het boek is uitgegeven in mei 2015. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, anderhalf jaar. Ongeveer. 130.000 subscribers. Oké. Okay. Nou, ik vond het hartstikke leuk zo hier eens even over te praten. Wat meer informatie te krijgen over je interessante werkzaamheden hierover. Hartstikke bedankt hiervoor. En we zullen kijken wat we hier verder mee gaan doen. Oké? Okay? Is goed. Heel erg bedankt.